Nou, daar heb je hem hoor, daar heb je hem. Stomme debiel dat je er bent. Hoe laat hadden wij afgesproken, Tom? 9 uur. Hoe laat is het nu? Hou je bek. Hoe laat is het? Vroeg. Ja, wel vroeg. Maar hup? 13 over 9. Nou, sorry allemaal. Oh, dat valt eigenlijk ook wel mee. Nou, kom eruit met het dikke lijf. Rat. Hallo. Leuk. Ja, kom, we gaan. Zin in. Ja, leuk. Welkom bij een nieuwe aflevering van Baas voor een Dag. Ik ben Bram. En ik ben Tom. En wij zijn hier namens Tempo Team om het werkplezier te vergroten. En Tom... Je hebt niet eens gezegd waar we zijn. Nee, dat ga ik dan toch nog zeggen, man. Nou, met het werkplezier zit het nu al goed. Wat zie je er ook weer lekker uit, Tom. Top, hè? Ja, ik heb deze nieuw. Ik dacht, ik doe ze direct aan. Ja, nou, het staat je wel goed. En vertel maar waar we zijn. We zijn in Safari Park Beekse Bergen. Yes. Ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik ook niet, maar ik heb er echt zin in. Ik ook. Rens. Rens. Goedemorgen. Morgen. Goedemorgen. Wat een welkom. Ja, jij bent de directeur van Safari Park Beekse Bergen. Dat klopt. Wow, loop je dan ook vaak in je eentje rond? Dat je denkt van wauw, ik loop de hele dag mij rond. En eigenlijk de hele dag doe ik de koffie proeven. Nee? De dieren verzorgen. Stallen schoonmaken. Goed nieuws. Eerste keer hier en meteen all yours. Heel de ochtend is het park voor ons jullie. Ons park, yes. Ja. Ja, ik voel me echt als Michael Jackson in Neverland. Without the kids, but with the elephants. I love it. Goed, daar hoort natuurlijk bedrijfskleding bij. Ranger. Ja, top. Goed. Kijk eens. Geef maar eens. En dan voor jullie... De sleutel. De sleutel. Pak jij die maar aan, Tom. Ik pak de sleutel mee. Ik vind het nu al fantastisch. Yes. Born ready. Daar gaan we. 3, 2, 1. Welcome to Neverland. We zijn open. Come in, come in. Ja, kinderwagens moet je skippen. Gezeik. Goedemorgen. Ja hoor, ja, helemaal goed. Loop maar door. Volgens mij pakte die hem helemaal niet. Wat gezellig dat jullie er zijn. Welkom in ons safaripark. Moet ik jullie de weg wijzen? Heeft u de tickets? Dat is goed spel. Oké. Boom. Zo. Met veel zeg. Ja, perfect. Dit vond ik leuk. Leuk. Dit is een leuk begin. Met de mensen. Maar ik wil nu een olifant aaien. Eerst een bakje koffie. Zullen we even koffie doen? Eerst de koffie. We gaan koffie doen. Frank, komt een olifant op een toneel? Wat denk je? Toneelstuk. Snap je? Komt een olifant op toneel. Wat denk je toneelstuk? Oh! Zie je? Hij is gewoon leuk. Vind je het niet leuk? Nou, Tom, dit wordt een mooi dagje. Heerlijk. Tom? Heerlijk. Ja? Zeggen, we gaan weer even het werkplezier wat vergroten. Ja, wel fantastisch dat we dit kunnen doen. Fucking vet, maar besef even, als je hier gewoon 's ochtends op je werk komt, bakje koffie, aapjes kijken. Ja. Rechtstreeks in de anus van een gorilla kijken. Ja, nou. Love it. Ja. En lastige kinderen flikkeren we er gewoon uit. Hé hey jongens, hartstikke leuk wat koffie drinken. Hoort erbij, maar we gaan verder. Ilse neemt ons mee naar de olifanten. Yes. De olifanten. Wij komen jullie een dagje versterken als baas. Maar we willen graag ook de handjes uit de mouwen. Dus kunnen we jullie ergens mee helpen? Jazeker. Kijk daar maar in de stal. Dat is heel veel poep. Dat is heel veel poep. En dat maak je allemaal uit. Denk je een olifant aan? Je mag je het rollen gaan scheppen. Mag je het rollen scheppen? Wat een lucht hangt oh, hier maar weg. Ze hebben ook lekker uitgepakt. Jeetje, wat een bende. Ik was hier al echt bang voor. Nee. Moet je kijken. Niet doen hoor. En ze zijn ook echt best wel mooi rond. Hop. Ja, maar dit vind ik wel een beetje kut. De olifanten zijn net eruit, weet je, het leukste is weg. Zo heen. Maar de nageboorte is er wel. Schiet op, diva. Niet doen! Niet doen! Wel vet, hè? Hier lopen dus gewoon echte olifanten. Luc! Ja. Er zit stront aan mijn hand. Nee. Luc. Ja? Wat voor werkplezier haal je hier uit?
Nee, het werkplezier is eigenlijk gewoon werk met de olifanten. Als we hier 's ochtends komen, dan staan ze allemaal op ons te wachten. Ja, kennen ze je? Ja, ze kennen ons wel, ja. Ja. Oké, nou wat fijn dat we je dan bij het minst leuke gedeelte kunnen helpen. Tom, schep jij nog even door? Ja, ga ik aan de koffie? Nee, breng even deze weg. Hè? Oeh, man, hé. Luc, waar moeten we nu heen? We gaan naar de mesthoop. Niet we doen. We hebben één centrale plaats in het park waar alle mest van alle dieren terecht komt. Nou, dat lijkt me een soort walhalla, lijkt me dat. Fun, werkplezier. Ik denk dat onze radio, als het visueel zou zijn, zou het er zo uitzien. Luc, ik zou dit uren kunnen doen. Maar we zijn natuurlijk wel leidinggevende. Oké. Dus we moeten door. We moeten door. Hmm. Luc, succes vandaag. Hallo. Hi. Hey. Hallo. Dag. Hey. Ik ben Bram. Ik ben Ilse. Dag Tom. Ilse. Hoi. Hi, Ilse. Ilse, wat doe jij hier? Ik ben een educatieranger. Dus, oh, nice. Ja, hier bij de Beekse Bergen vertel ik over de dieren. Dus ik breng mensen rond in onder andere deze prachtige mooie game. Dat is vet. Als het goed is komen er zo ook nog een paar bezoekers aan. Die gaan we dan rondleiden, maar dat kunnen jullie dan denk ik. Ja, leuk. Ik rij. Toch? Ik rij. Hoezo is dit nou weer een schakelbak? Ja, ik heb dus een automaatrijbewijs, dus ik kan niet schakelen. Yes. Is dit geen vet shot? En dan Jurassic Park eronder. Heyo! Tom, wist jij dat een giraf 7 nekwervels heeft? Nee. Dat is evenveel als de mens. Wisten jullie dat een giraf zijn eigen lichaamsgewicht 3 keer kan opeten? Tom, wist jij dat een giraf een blauwe tong heeft? Nee. Weet je het nu? Nu wel. Wat een leukert. Ach, kijk nou wat leuk. Ja, stop het Tom, stop. Hij komt al. Oh, Jesus, hij komt wat echt. Wat een mooi beest. Hij komt echt, Tom. Oh mijn god, hij komt wel heel dichtbij. Ja, dit is wel vetter dan National Geographic. Hé, maar die heeft een grote lul, zie je dat? Dat is een penis waar je u tegen zegt. Oh. Ik ga hier niet weg tot ik ben gelikt door een giraf. Nou, plankgas. Waar gaan wij? Ik heb het gezien. Zwaaien, Tom. Niemand zwaait. Ja, yes. Oh. Oeh. Ah. Wow. Nou, dat was wel vet. Ja. Toch, dit vond ik echt leuk. Ja, maar dat zwaaien sloeg nergens op, man. Hallo. Dag. Hallo. Ik heb heel nog een stoppauze. Jullie doen het uitstekend. Maar we gaan snel verder. We gaan op bootsafari. Ik stel jullie voor aan Toon, onze schipper. Hey Toon. Hey Toon. En Rob, onze ranger. En jullie gaan de taak van Rob overnemen. Hi, Rob. Hi. Ik ben Bram. Hi Rob. Hello. Tom. Hey. Want jij doet dan de excursie. Ja, ik sta hier eigenlijk de hele dag van alles te vertellen over de dieren die hier te zien zijn. Wat je hier moet doen is veel weten en graag naar jezelf luisteren. Nou, we weten heel veel, dus dat scheelt. Tom, nee, dan neem het even van jou over. Okay. Ja. Want dat doen goede bazen ook. Schuif je bovenop. Hallo, yes. Welkom in Safari Boot. Ik ben Bram en dat is der Tom. Oh, zijn we België. Oké, hebben we er zin in? Ja! Yes. Aan de linkerkant. Nee, zie je... aan de rechterkant. Ze kijken toch die kant op? Nee, dit is de rechterkant. Nou, aan mijn linkerkant. Ja, dan ben je nu al te laat. Dat waren een soort herten. En hoeveel bulten heeft een dromedaris? Nee. Wie zegt 2? Nee, dat is fout. Ik zie toch dat ze uit België komen. We gaan nog langs de tijgers. Oh, kijk, er zwemt er een. Een walrus. Ach, dat is toch helemaal geen zeeleeuw. Dat is gewoon een snoek. Rob, vertel wat over de jak. Daar rechts, die waren jullie net vergeten inderdaad. Ik dacht, zal ik ingrijpen? Dat zijn de Indische antilopen. Ja, tot zover Rob. Okay. Tot zover Rob. Want wij zijn natuurlijk baas voor een dag en niet Rob. Dat duidelijk is Rob. Oh jongens, als je naar links kijkt, zie je daar. Een prachtige Renault uit het jaar 2012. Goh, jongens, ik heb een mop. Ik heb een mop voor jullie. Oké. Dit wordt lachen.
gaat een olifant naar toneel. Wat denk je? Toneelstuk. Rob, neem het maar weer over. Wij gaan even zitten. Mensen vinden het echt niet meer leuk. Ze vinden het echt niet meer leuk. Nou, jongens. Nee, Rens, wij dachten, we willen ook een mooi gebaar geven aan jou en je team. Jullie hebben natuurlijk de afgelopen tijd heel hard gewerkt, ondanks dat er geen bezoekers waren. Maar wij hebben iets geregeld voor jou en je team. Als dank, maar vooral ook dat jullie even een ontspanningsmomentje hebben en werkplezier hebben. We hebben dus een verrassing voor ze geregeld. Wel verdiend voor dit topteam. Zullen we ze gewoon gaan halen? We gaan ze halen. Ze zitten daar al. Luc is er ook. Jullie mogen mee naar binnen. We hebben een special surprise voor jullie. Een complimentenfontein. Yes. En uit onderzoek blijkt ook dat als je een complimentje krijgt, het werkplezier wordt vergroot. Ja. Dus tas toe en neem het complimentje voor lief. Yeah. Luc mag het eerst. Dankjewel voor al je goede werk. Nou, dat bedoel ik maar. Graag gedaan, jongens. Hier, die zit. Geen saaie werkdag met jou als collega. Ik bedoel maar, yes. Nee. Neem maar zelf. Nee. Neem maar zelf. Ik ga niet kutten. Jij gaat kutten. Nee. Voor 100 euro dat je vertrouw me. Voor 100 euro. Ga je kutten? Ik ga niet kutten. Stomme zak. Ik wist het. Ik heb ook nog een extra compliment voor jou. Bedankt voor wie je bent. Loop maar, loop. Eentje. Loop maar, loop maar. Rens, ik vond het een geslaagde dag. Heerlijke dag. Ik zou je wel kunnen werken? Ja, maar oprecht. Maar hoe vond je dat wij het hebben gedaan? Ah, ik zei wel, fantastisch. Ik ben eigenlijk wel heel trots op jullie. Maar, Rens. Maar. Het cijfer. Wat geef jij ons? Nou, ik ben echt heel erg trots op jullie hoe het is gegaan. Dus dat is echt een dikke, vette 10. Nou, dat meen je. Een dikke, vette 10. Hoppakee. Ja. Kijk, Alette van de basisschool. Zo kan het ook. Tot slot. Tot slot. Ik heb nog een mop. Hoe laat is het als een olifant op een tuinhekje gaat zitten? Tijd voor een nieuw tuinhekje. Fun, werkplezier. Super. Super dag. Super dag. Het was vroeg. Was het allemaal waard? Maar het is wel echt waard. Echt leuk. Echt Rens leuk, park leuk. Medewerkers leuk. Zelfs de stront. Nee. Dat vond ik echt helemaal ik vond het ook leuk. Maar al met al, ik denk dat we hier ook wel het werkplezier hebben vergroot. Met Tempo Team, uiteraard. Dus ja, op naar volgende week. Gaan we het weer meemaken. Goed gedaan. Tot volgende week. Joe, groetjes, ciao.